dames en heren, we gaan weer drag racen. We hebben weer een vliegveld toevallig afgehuurd. We hebben weer een paar dikke wagens. En we gaan er weer voor. 4-cilinder tegen een 8-cilinder. Ja. En een hele bekende van de show inmiddels. Vooral om de auto, maar ook om zijn rijstijl. Omdat hij mij toch wel het bagger door mijn broek heeft heen gejaagd. Ja. Wij waren dus benieuwd wat hij tegen een dikke Amerikaan gaat doen. Ja, wat is het mooie? Het is nu het ene continent tegen het andere continent. Wat is de beter? Wordt het de hamburger of wordt het de sushi? Zullen we het airport gewoon kopen? Dan kunnen we dit gewoon de hele dag doen. Ja, en hebben jullie nog mensen waarvan jullie dachten, hey, die willen wij ook hier wel zien? Laat even weten. En reageer nu onder de laatste post van Day One en Day One World of Cars. Day One World of Cars, dus dat moet je reageren. Dan maak je kans op een hoodie. We staan hier nou en al die vliegtuigjes komen langs. Ja. Zou dat niet dik zijn om ook nog te halen? Je vliegbuffet voor zoiets? Ja, los dan, even van drag race. Ja, los van drag race. En dan halverwege, net als bij mijn motorrijbewijs, omdat ik bang ben dat ik mezelf doodrij, stoppen. We zijn er weer. We gaan drag racen. En we hebben wat voor jullie klaarstaan deze week. Het is weer keihard. We gaan beginnen. Ricky Buta Yaya is inmiddels een begrip geworden bij Day One. Zijn Evo zorgde ervoor een dodelijke stilte toen Job en ik een dagje mee mochten rijden en erachter kwamen dat dit apparaat harder gaat dan dat mijn hoofd kon waarnemen. Deze vierwiel aangedreven Mitsubishi behaalt een snelheid van 300 km per uur, heeft 706 pk en gaat in 2,8 seconden naar de 100. Zijn dit specs die spreekwoordelijk gehakt gaan maken van zijn tegenstander? Kunnen we de barbecue alvast aanmaken? Wint de sushi het van de hamburger. Ja, hij is toch al wel redelijk bekend geworden ondertussen, hè? World famous. World famous. Eerlijk? Toch? Hoe is het leven? Ja, lekker. Had je goede reacties gehad vorige keer? Ah, iedereen was super enthousiast, man. Echt, echt kikker, ja. Luister, ik heb jou hier in die auto gezeten. Dit ding gaat zo keihard. Maar vandaag willen we even bekijken of die echt gewoon naar next level kan, toch? Hij faalangst, hè, zo direct. Ja? Hij is heel de dag al gespannen. Vertel even van vorige video eerst even. Wat heb je na vorige video allemaal moeten vervangen? Echt? Mijn vrouw luistert mee, denk ik, of niet? Nou. Ja, dan zou ik het gewoon in het Engels doen. Ja, versnellingsbak moest er weer geupgraded worden en gefixt worden. Aandraf, de assen was een beetje getordeerd. Mijn koppelingsplaten, daar waren de boutjes van afgebroken. Want jij vertelde, normaal doe jij meer vanuit rollend. Ja, rijden, de bochies, dat doe ik. Ja. En toen met jullie hebben we de dag gelounged. Weet je wel, even leuk doen. Daar koos je zelf voor. Koos ik zelf jij dacht voor. Leuk, ga ik even vond doen. Ik leuk. Ik denk, nou, even proberen, weet je. Want je moet het toch zelf doen. Koppeling een beetje laten opkomen, met de hand schakelen. Ja, en dan leidt de auto er een beetje onder. Om aan te geven hoeveel kracht daar vrijkomt. De beste man daar, dan moet er één vinger op zijn ruit komen. Die baalt als een stekker. Ja, kijk, ik sta hier stoer te leunen, maar wel op een rubbertje. Ja. Want dat is tof. Wat is er allemaal aan gebeurd? We hebben de aflevering al gezien. Maar ik wil toch nog even wat meer weten erover. Is er nog wat veranderd? Zijn er we hebben pk's nou bovenop keer, gekomen? Nou, geen meer pk's. Dus ik heb eindelijk andere remmen erop zitten. Dus dat is eigenlijk gebeurd. En voor de rest zwaardere bouten voor de koppelingsplaten. Dat ze niet af kunnen breken, hopelijk. En de rest zullen we meemaken, want ik heb hem eigenlijk pas net terug. Voor mensen die vorige video niet hebben gekeken, hoeveel pk draai je? 706 pk, 808 Nm. Ik leun even op het... waar moest ik ook weer op leunen? Op het rubbertje. Overal op het rubbertje leun ik op, met twee vingers nu zo. Maar in zijn één ging die 105. Ja. Ja. Ja, en dat is maar een 4-cilindertje. Weet je wel, dus 105. En dat zorgt er wel voor dat die 0 naar 100 wel wat vlotter is dan een standaard Evo. Ricky's tegenstander vandaag is Nick Veel. Eigenaar van deze hele dikke Chevy Camaro ZL1. Deze beuken heeft om en nabij 700 pk, erg vergelijkbaar met de Evo dus. Met een gewicht van 1880 kilo is de Camaro wel een dikke 400 kilo zwaarder en dus in het nadeel ten opzichte van de Mitsubishi. Maar met zijn 900 Nm koppen kan Nick op de eerste meters waarschijnlijk nog wel in het voordeel zijn. We zijn even jouw auto met z'n tweeën aan het bekijken. En moet ik eerlijk toegeven dat ik echt geen idee heb waar ik naar kijk. Job daarentegen wel, denk ik. Tuurlijk. Weet dat het Amerikaanse degelijkheid is dat het echt heel hard gaat. Maar het is wel even wat anders dan wat daar staat natuurlijk. Want dat is gewoon in de schuur toch even lekker gemaakt en met z'n allen aangewerkt. Potje bier erbij. Vanwaar deze? Omdat het eigenlijk, het kwam op mijn pad. En ik kon het niet, ik kon hem niet laten gaan. Ik ben muscle car. Fanaat, liefhebber? Liefhebber. Zodoende dat we tegen deze auto aanliepen. Voor de rest nog hobby's?
Drag racen. Ja, dat is heel handig. Ja. Je moet een goede vraag stellen, dan kom je erachter. Kijk dat gezicht. Ja. Drag racing, ik zie hem. Muscle cars, deze heb je een jaar. Wat had je daarvoor ook al? Een, iets sterks? Een Corvette Z06. Oh, C6. Ja, dik. Dit is een automaat. Hij daarom komt binnen, denk je? Omdat het een automaat is? Hij schakelt wel heel erg fijn. Ja, hè? Ja, dus ik denk dat dat wel in mijn voordeel is. Er zijn ook een aantal dingen die in mijn nadeel zullen zijn. En het is twee wiel aangedreven. Ja, dat is bij dit, hè, krijg je het op de weg. Ja, het is echt... en het gaat alleen maar rechtdoor. Nou, dat valt je nog ja? mee. Ja, deze gaat wel aardig door de bocht ook. Hey, heb je in dat jaar dat je hem nu hebt, is er nog wat mee gebeurd? Is er nog wat aan laten doen? Nee, er was al wat het een en ander aan gedaan. Standaard heeft hij een vermogen van 650 pk. Hier er zit een ander luchtfilter op. Er zit een andere tune zit erin. Dus hij gaat zo'n beetje richting de 700. En dat is voor mijn doen is dat prima. Hang er meer in, het komt er niet weg. Dat zijn, als hij weg is, als hij goed weg is, is het leuk. Maar dat is jouw grootste uitdaging. Ja. Hoeveel, wat denk je dat gaat worden? Want je hoorde Rick net even. Ik denk dat een beetje bij de start wordt beslist. Ja. Ben je dan ook een beetje zenuwachtig nu? Denk je wel van, oh vet. Dat is natuurlijk de kant. Nou, gezonde spanning. Ja, gezonde spanning. Ja. Wil je een keer starten voor mij? Ik vind het zo lekker. Wil je een keer starten? Ja, dat wil ik. Ja, ah, dit is zo dik. Dat is wel fijn. Laat ook even weten in de comments. Wat denken jullie? Wie gaat er winnen? Laat het ons weten. En mocht je nog een andere auto hier bij ons willen zien in onze nieuwe serie, laat het even weten in de comments. Wij zijn ready, klaar om te gaan drag racen. Lekker man. Ja, dit is wel vet. De eeuwenoude battle. Japanse tuning versus American muscle. Zeg het maar, wie gaat hem vandaag pakken? Eens kijken wat onze toeschouwers verwachten van deze race. Zet alleen. Zet alleen. Zet alleen? Zet alleen. Wie gaat er winnen? Evo. De Evo? Ja, denk het wel. Die gaat er winnen? Ik denk ook wel de Evo. De Evo, maar we geven de andere ook een kans. Hè? Het alleen, ja. Ronald? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. 50-50 onder het publiek. Niemand weet het zeker. Wint die zoetsappige hamburger of pakt de strakke sushi hem. Zijn we er klaar voor? Zet alleen tegen de Evo. Drag race nummer 2 hierop. Day 1. Master Luke. Master Ceremony. Die viel goed op straat, zeg maar. Ja. Maar heel eerlijk, hij haalt hem in, hè? Is die wheeling maar in? Hij loopt in daarna. Holy shit! Sneller dan het licht! Maatje, ik knipperde met mijn ogen en je was weg. Dat geluid is gewoon natte bloemwerk. Geluid, daar markeert niks aan. Maar geef jou een beetje tijd en je haalt hem wel bij. Ja. Blijf je wel naast elkaar en dan doen we rollend vanaf, wat zou je daar vandaan hierheen doen? 50 km uur red je wel, denk ik, hè? 50, ja. 50 km per uur rolling start. Rolling start. Lekker, hè? Jeetje, jongens. Dit is wel next level. We zijn wel echt met vette shit bezig zo. Wauw, en we hebben nog... We hebben nog een beetje licht, dus we moeten opschieten. Volgens mij de Camaro, jongens. Die pakt die. Ja, hè? Wauw, die Evo gaat echt door het geluid, letterlijk en figuurlijk. Er zijn allemaal mensen hier ook te kijken hierachter. Het is natuurlijk ook gek werk wat we aan het doen zijn, maar je voelt gewoon de adrenaline. Wie pakte hem? De Camaro met een halve autolengte. Nee, de Camaro. Ja, 1-1. Ja, ja. Rolling start, hij komt door die wielspin. Het is 1-1. Die heeft hij nu niet. Dit is gewoon heel spannend. Wow. Dit is spannend. Het staat 1-1. Ja, we doen hem sowieso nog veel rollen. Want, weet je wat het is? Boeta heeft nog een geheime foefje. Hij heeft namelijk ook rolling lounge.
Dat heeft hij net niet gebruikt. Oh, dat gaat hij nou gebruiken. Ah, motherfucker. Ja. Motherfucker. Met een halve autolengte. Ja. Had je hem? Nou, beslissende. De beslissende. Het staat 1-1. Patje! Ja. Het is 1-1. Ja, kan niet. Nou, spant het erom, hè? Boeta. Boeta, hè? Boeta. Ja? Ja. Denk het wel. Ik denk Boeta. Ik denk ook Boeta. Boeta bij 2 à 3 lengtes. Boeta bij 2 à 3 lengtes. Boeta neemt hem mee naar huis. Boeta neemt hem mee naar huis. Rick pakt hem. De Evo pakt hem. Toch, hè? Dick. Maar hij vond het spannend hoor, want ja. Hij stond daar, ja, ik kwam hier helemaal lekker weg. Hij pakt hem toch. Wat, dit geweld gewoon. Dit is gewoon, als je hier achter staat, dan voel je gewoon één de druk, omdat ze allemaal toch denken bij zichzelf, ik laat me niet kennen hier zo. Ik haal alles uit dat ding en je denkt gewoon, holy shit, wat gaat dit snel, bestaat dit? Het is gewoon pas als je erbij bent, voel je het. Holy Jay, shit, ja. Dit is nog bij het begin, hè? Ja, ik weet het. We zijn pas net begonnen. Ah, proficiat. Dankjewel. Proficiat. Wij hadden het gevoel dat je geen kans had, maar je hebt laten zien dat gewoon... Het kan. Het kan echt. Met een Amerikaan. En kijk die glimlach. Ja. Dit is ook dik. Kijk, en daar is de man met de grootste glimlach. Goed gedaan. Thanks, man. Heel goed gedaan. Okay. Echt, wat een beest. En dan heb ik het over de auto, hè? Oh. We doen dit allemaal puur op adrenaline, want dat is het, hè? Ja, dit krijg je hiervan. Dit krijg je hiervan. Oh. Terwijl ondertussen wordt een van de andere wagens wordt even weggeduwd. Wordt gestart. Hij start niet. Nou, hij start wel. Nou, we weten in ieder geval een beetje wat de volgende keer langs gaat komen. Het wordt bruut. Het is bruut. Hij doet het. Hoe voelt dit? Ja, mega dik. Ja, hè? Hier zo'n baan, jongen. Ja, die spanning ook. Want je wil niet verliezen, dat merk je. Je krijgt toch spanning. Ja, het is fucking dik. Had jij gelijk? Had je gelijk over wie er ging winnen? Het is 2-1 uiteindelijk geworden. Heel erg dik. De Evo is echt een knaller. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet je kaarten te halen voor ons natuurlijk in Utrecht. De Day One World of Cars 8, 9 en 10 juli. Zie jullie daar en dan zie je al deze wagens ook. Later.